twee verblijven aan de Boerenkreek en Sint-Jan in Eremo. Sint-Jan in Eremo, moeilijke naam, is een deelgemeente van welke grotere gemeente? Willen we afspreken, als ik een vraagje stel, steek je je hand op en zeg je vlug even je voornaam, want ik wil je zo vlug mogelijk leren kennen. Om je nooit meer te vergeten. Ik wist toen ik deze juffrouw, wist ik onmiddellijk dat ik juffrouw Annelies was. En ik heb haar 17 jaar geleden. Oké, ja, kleine verwarring. We gaan het eens proberen te oriënteren. Kijk, de zon is vanmorgen, je kan het nog een klein beetje zien dat daar wat helpt, maar de zon is vanmorgen daar opgekomen, in die richting. Welke windrichting? Waar komt de zon op? In het noorden, het oosten, het zuiden of het westen? Waar komt de zon op? Voordat ik thuis een kleine boompje komen daar, dat veld, gaan we straks even naartoe. Nog een kleine boompjes waar nog zijn 2 meter hoog, dat zijn laagstammetjes. Nu heb ik 50 hoogstammen. Daar hangen wat aan. Dat doen we met onze appels. Vorige maand was de klas zei opeten. Dat wil ik ook zeggen. Een appel. Ja. Appel. Je doet het sap in het vestje. Weet dat ook weer? Bottelen. Bottelen, die bottelt het. En daarna verwarmt die meneer dat appelsap tot 70 graden. Geen 100 graden. 100 graden, wat is dat? Heb je wel geleerd? Wat betekent dat? Begint dat te koken? Mag niet koken. Flink. Mag niet koken. Zo jammer dat mijn vrouw hier niet is. Mijn vrouw moet zorgen voor de kleinkinderen. Jullie hebben goed. Met je vingers niet aan de mes komen. Zeer scherp. Ja, met alleen gaat het niet gaan. Maar neem ik nu gebruik ik 2 handjes dan. Voilà. Ja, heel goed. Dat is ook niet gemakkelijk. Ja. Ben je klaar? Ja, maar ja. Zullen wij ondertussen een liedje zingen? Alle eentjes zwemmen in het water van de Amelie. Duren door, Hanny Emily. Alle eentjes zwemmen in het water van de Amelie. Kunnen wij zingen? Die klanken die je uitstoot. Wat is dat allemaal? Ik ga het een klein beetje open duwen. Zie je? Dus, mooi, daarop duwen. Goed, ja. Zagen is niet makkelijk hoor. Zeker met zo'n zaagje niet. Want dat nijpt een beetje. Hij is er toch bijna? Ja, ja. Rustig. Nee. Is goed bezig. Het is irritant. Kijk, bijna erdoor. Ik ga het een beetje vasthouden. Het duurt lang. Het is normaal dat het lang duurt. Hè? Kijk eens wat een mooie zuivere honden. Kijk eens hoe mooi. Nu kun je die er gewoon afhalen. Ja, ja, maar. Nou, heb je geen mooie. Zeer goed. Kijk eens hoe mooi zuiver. Het is lastig. Niet uitschiet. Klein beetje. Kijk eens. Eerst is het niks, hè? Ik is dat wel. Het is nu een beetje pauze. En sommige mensen noemen dat ook een navel. Een navel, een kroontje of een navel. Een beetje raar woord dan ook. Ik hoor liever het woord kroontje. Begrijp je waarom een appel een kroontje heeft? Dan heeft de rest overschot, de onderkant van dat bloemetje. Wordt dan aangetrokken tot die geur.
Ja? En we zijn een beetje bedwelmd door die geur en vallen. Ik kan dat doorzichtig doen. En dat heel voorzichtig uit elkaar doen. Zo. En dat is hier het trechtertje. Jullie weten wat een trechtertje is, hè? Zie je dat? Jullie weten wat een trechter is, hè? Van boven breed en van onder. Die vallen daarin. Ja, en het wasmatje hier. Een klein beetje opschuiven, dat zo. Een beetje zo. Zo. Goed, zo. Mevrouw heeft gezegd. Centimeter blijft centimeter. 1 centimeter op papier, dus 1 schuine streep 200, betekent 1 centimeter op papier is 200 centimeter in lengte. Maar als de zon er is hier, zitten ze allemaal mooi op de rand. Ja. Nou, maar ja? Maar gaan jullie dat dan ook bij die andere? Gaat het moeilijk. Nee. Nee. Maar goed open en dan duwen. Ja. Hey Mark! Jij kunt tenminste je benen strekken.